Ik zie ze daar. Stelletje stinkjoggen. Eentje dood. Oef. Lekker schieten met de mekkers. Twee dood. Very nice. Now this is epic. Iemand heeft hier geschreven: Fortnite creëerde code Joost Bouwhoff in de itemshop, jongens. Heb jij een Fortnite-account en speel je dat spelletje wel eens? Waarschijnlijk wel. Gebruik dan eventjes Fortnite-code Joost Bouwhoff in Creative Shop. Het is zo kut dat ik dit gewoon in een rustvideo stop. Het is ook grappig. Ik was zeg maar aan het wachten voordat ik mijn opnames aandeed. Ik heb dit zelf geschreven, dus het spijt me. Het spijt me dat ik hier promotie heb opgehangen in mijn rustbasis. Anyways, laten we over rust praten. Welkom bij een nieuwe aflevering ervan. We zijn in de server wederom. En wij hebben nog steeds wederom geen CCTV-camera te pakken. Erg vervelend. Ik wilde er dus wel graag eentje hebben nu. Ik heb ook nog steeds geen fix gevonden voor Dirk. Alhoewel, ik heb gelezen dat als je hem koopt in een shop, of dan werkt hij niet. Dus je moet hem echt kunnen vinden in een kistje en dan werkt hij wel. Hopelijk komt daar zo'n fix voor. Tot die tijd bewaar ik hem lekker. Anyways, laten wij eventjes naar home. Dat werkt natuurlijk niet. Je moet eventjes naar warp. En dan moeten we naar Thedia Safe Zone gaan. Want wij moeten eventjes checken in de brievenbus. Nou, we moeten niet checken. Ik wil gewoon graag eventjes checken in de brievenbus. Of ik post heb gekregen. Plus ik moet de deur weer open doen, weet je wel. De secret deur. Zodat de mensen briefjes kunnen achterlaten. Bladibla. Even mijn lampjes aandoen, zodat mensen weten dat ik online ben. Ik was bijna donzenbees ingelopen. Ik heb daar niks te zoeken. En dan ga ik eventjes kijken of er natuurlijk nog wat gedropt is. Briefjes van jullie. Hé, hey, met twee deurensysteempjes weg. Waar de hel is die heen? Oké, dat is vreemd. Maar goed, maakt ook niet uit. Weet je, er waren geen mensen hier. Ik moet even de deur openzetten via buiten natuurlijk. Ik denk telkens dat ik via binnen die deur open kan zetten. Maar goed. Ik vraag wel weer aan de admins of zij dat daar wilden plaatsen voor mij. Dat is wel zo lief. De deur is open. Hoppakee, nu kunnen mensen lekker briefjes plaatsen. Oké, laten we eens eventjes checken of er een brief is geplaatst. Er wordt nu al geschreeuwd als de wilde joggen dat ze zijn. En daarvoor had ik dus die twee-way deursysteem. Dat was natuurlijk de way. Jodie Jones, hoe gaat het met die makkertje? Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jullie, die makkertjes? Laat het weten in de reacties. Ik heb 26 scraps. Very cool, very nice. Ik ben Jan en in Minecraft bouw ik boten. Volgens mij heb ik de brief al eerder gelezen. Bij deze Joost een CCTV-camera. Nanny. Yes. Mensen zijn gul vandaag. God damn, wie heeft dat gedropt? Wie was dat? Bij deze groetjes. DarkRaven345. DarkRaven345, you're an ultimate mad lad. Dankjewel voor de CCTV-camera. We hebben er gewoon één makkers. Ewa Joost, ik ben Ralfino26. Gij bent een topper. Dankjewel. Ik heb je ook wat scrap gegeven en een zonnepaneel. Doe ermee wat je wilt. Groetjes Erwin. Dankjewel, Flippando. Ik doe niks met die zonnepanelen, maar die scraps zijn natuurlijk altijd welkom. Dus die nemen we dan ook zekerst te weten mee. Nou, die zonnepanelen laten we allemaal hier. Volgens mij heb ik de scraps al te pakken. Yes, jongens. Toppers. Ik ben blij, want ik heb één CCTV-camera. Laten we eventjes naar home gaan. Oh, dat kan natuurlijk niet als je hierin staat, omdat dit een... Het kan eindelijk wel. Oh, de laatste keer dat ik hier was, kon ik nog niet teleporteren in deze hok, omdat het niet officieel mijn area was. Maar blijkbaar werkt het nou wel. So that's nice. We zijn weer thuis. Laten we meteen eventjes een turret in elkaar flansen dan. Want might as well, toch? Bada bing, bada boom. Eindelijk kunnen we een eigen auto turret in elkaar craften, jongens. God damn, dat heeft lang geduurd. Maar het is er maar één en ik wilde meer. We hebben natuurlijk nog één targeting computer. En dan zouden we dus met nog een extra CCTV-camera nog één turret kunnen craften. En uiteindelijk wil ik gewoon al de turrets kunnen craften. Dus ik hou altijd mijn ogen open voor die klote laptoppies en die klote, wat zijn het, cameraatjes. Verder wil ik eventjes een repair bench maken. Waarom zou je denken? Nou, mijn Gunu is bijna dood of bijna kapot. Dus dat is wel handig dat ik dat kan doen. Daar hebben wij wat metal fragments voor nodig. Dus die hebben wij in de pocket. En dan gaan wij dat eventjes craften. Zo. Zo. En dan leggen we die slaapzak er wel voor of zo. Of, nee, je kunt hier helemaal naast. Zo, top. Maakt ook niet zoveel uit. Kijken hoe duur zou het zijn om iets te repairen. Ah, dat... 8 high quality metal. Dat valt best wel mee. Prima. Hij is ook een beetje rood geworden. Zie je dat? Ik weet niet wat dat inhoudt. Maar hij is gerepaired. En dat is all that matters. Goed zo. Eens even kijken. Mijn helmet kan ook wel eventjes een repairtje gebruiken. You don't.
Oh, ik heb de default. Wat? Wat gebeurt er nou? Waarom is hij... Hij is gereskind. Nou is het weer een koffiecanhelm. Was het altijd al een koffiecanhelm met... Oh man, mijn skin is weg. Ik wilde hem alleen repairen, man. You don't know this item's blueprint. Oh. Dus je hebt de blueprint nodig en dan pas kan je dit... Really? Wacht eventjes. Heb ik nog een koffiecanhelm? Want dan ga ik hem gewoon weer... Ga ik hem gewoon even in de bank gooien. En dan leer ik hem gewoon nog een keertje. Ik ga wel gewoon met dit ding lopen. Met deze mooie Riot helmet. Dus even kijken bij de skin area. Of we die even een mooi kleurtje kunnen geven. Zodat zien wel. Er zijn best wel wat coole kleurtjes beschikbaar voor dit ding. Maar wij gaan nu door het leven met dit mooie petje. Ik weet ook niet waarom. We hebben een petje op, jongens. Ik vind het helemaal prima. Petpalooza. Goed, die turret. Waar gaan we die neerzetten? Ik denk dat we die gewoon weer op de oude plek gaan neerzetten. Ik heb nog steeds hier trouwens niks voor gemaakt. Hebben ze trouwens al wat nieuws gemaakt? Nee, ik zie Don Ross nog. Jullie hebben gewoon niks nieuw gemaakt, jongens. Ik ben teleurgesteld. Ik wilde heel graag dat jullie wat nieuws gingen maken voor mij. Ja. Weet je wat? Ik zet hem wel gewoon hier neer, die turret. I mean, turrets moeten overal een beetje... Waarom staat die auto weer zo verschrikkelijk in de weg? Close door. Eens even kijken. Dan plaats ik die turret wel gewoon hier. Het is te donker. Ik zie helemaal niks. Ik doe het wel een keertje als het licht. Dat is oké. Goddammit. Ik wil wel wat kunnen zien. Voor nu stoppen we hem eventjes in de kist. Al ben ik wel blij dat we eindelijk eens een... turretje in elkaar geflanst hebben. Eens even zien. Die doen we wel gewoon bij... in de trapdoos hier zo op. Oké, turret. Wat ik ga doen... is eventjes mijn spulletjes opruimen... en dan nog even één keer terug naar het postkantoor. En daarna gaan we eventjes verder op pad. Ik denk dat het gewoon verstandig is om eventjes wat loot areas langs te gaan. Wat nieuwe dingetjes te checken in de game. All that sort of stuff. En voornamelijk dit ding even fixen met die deur. Ik moet daar nog eventjes een doorcontrole hebben. En daarvoor wil ik dus eventjes terug gaan naar het postkantoor. Want ik heb daar nog een hele selectie aan elektronica. Dus misschien dat daar nog een doorcontroller is te vinden. Ik denk het haast wel. Badabing, badaboom, badabip, badaboom, even. Hey, er is een briefje gedropt. Hey, als we zien dat je de deur open hebt staan. Dat is echt letterlijk net gedropt. En we hebben een uitdaging voor je. Vanavond zullen we 4 events houden. Wanneer jij er 1 wint, krijg je een mooie prijs. Maar wanneer je verliest, komen we je auto halen. Oh god, de admins. Kom naked, zet je voice plus chat uit en type slash warp voor het event. Groetjes, TD admins. Ik zag dat bordje al staan. Ik zag al zo'n eventbordje staan. Maar ik wilde alleen even checken of een deur... We hebben niet eens een deurding. Dammit. Ik zag dat het woord event al staan. Dus dat verklaart waarom dat er dus ineens bij stond. Ik zocht er eigenlijk eerst niks achter. Want ik bedoel, boeien wat dat is, een event. Maar oké, okay, we komen naakt. We gaan naar het event. We kunnen een mooie prijs winnen, maar ze kunnen ook mijn auto pakken. I mean, is that worth? Fuck it, that's worth. We gaan naar het event toe. En we gaan kijken of we wat kunnen winnen. Hopelijk winnen we zo'n CCTV-kamer. Dat zou very nice zijn. Want dan kunnen we namelijk die turrets afmaken. Maar oh... Jemig, wat wild. Hoor je niet wat Brutus zei? Oh, oké. Okay. Ik ga eventjes mijn voice uitdoen, jongens. Oké, okay, there we go. Nou, is een stuk rustiger. Het was echt flink wild. Rewards worden gegeven. Oh, ik word gewoon meegenomen. Jemig. Worden gegeven naar die events. Oké, okay, pijlen. Ik heb nog nooit meegedaan aan een event op dit server. En dat was ook... Ik had mijn deur opengezet. Dus blijkbaar was er gewoon echt toevallig vanavond een event. Oh my god, wat is dit voor een ruimte, joh? Allemaal deuren en huisjes. Wat de hel? Oh, er wordt geschoten. Auw, waar ben ik in beland? Wat is dit voor een random spel? Allemaal mensen hier, oh. Oké, word ik nou... Wat is dit? Ik word geslagen. De mannetjes die slaan me. Waarom slaan ze me allemaal? Waarom zijn jullie zo wild? Ik wil gewoon even een hardcore parcoursje doen. Iedereen is ook naakt. Oh, volgens mij heeft iedereen dat briefje gekregen. Volgens mij was ik niet de enige die dat briefje heeft gekregen. Die nood. Want blijkbaar iedereen loopt hier naakt rond. Sommigen hebben wel wapens bij zich. Dat is niet helemaal fair natuurlijk. Ik ga wel naar een andere plek toe. Het is hier veel te druk. Kijken of ik daar op het dak kan. Oh, dat gaat wel prima. Oh jemig, er wordt flink geschoten hier. Oké, ik ben hier. Oh, maar... Oh, ik ben neer. Ik ben dood. Wat doe ik hier nou eigenlijk? Wat is nou het hele spel? Waar ben ik? Wat ben ik nou aan het doen? Ik snap er helemaal niks van. Ik moest naakt komen naar die ruimte. Het was compleet vaag. Misschien ook niet meer voice uit moeten zetten. Misschien ook moeten luisteren naar wat ze aan het zeggen waren. Hang on, ik ga daar weer naartoe, want ik vind het heel raar. Ik ben er weer. Staat hier niet ergens wat? Blijf als laatste over, wees sportief, kill elkaar niet. Hou het voor iedereen leuk. Blijf als laatste over. Oh, wacht, dat is het idee. Dat is een soort van overleef het langst of zo. Oh, maar de deur is nu weer dicht. Aha. Oké. Nou, makkers, ik ga hier maar hier eventjes aan de tafel zitten... terwijl hier allemaal naakte jochen rondrennen. Ik heb het gevoel dat je zo lang mogelijk moet overleven. En er staat daar ook iets van zoeker en hashtag 1...
Dus wat het precies is, geen idee. Ik wacht hier wel gewoon wel even aan deze stoel. Met al deze andere makkers. Totdat de ronde over is, I guess. Ik neem aan dat er meerdere rondes zijn. Want er stond volgens mij, er zijn vanavond 4 events. Dus dit was dan event 1 of 2. Ik weet niet welk moment ik kwam injoinen. Maar ik wacht hier wel eventjes tot, tot er wat gebeurt, I guess. A few moments later. Oh, hey, kijk, er is iemand hier. Zo, ik was er wel eens opletten. Kijk, doe mijn voice aan. Even kijken of je wat te vertellen hebt of wat harder. Wie zit? Vendrex! Hem ken ik wel. Het is in ieder geval een stuk rustiger dan net. Dit is hide and seek. Oh, joh. Hide and seek, jemig, dat is echt een... Mensen zich verstoppen, mensen gaan jullie dan neerschieten. Degene die als laatste overblijft, die krijgt 1 bleach. Oeh, dat klinkt goed. Om mee te doen, dan gaan we wat meer mensen uitnodigen. Let's go. Ik zal vast de deur vast opengooien, dan kun je vast een plekje zoeken. Oeh, zoeken jongens. Oké, dat is dus het idee. Ik ga mijn voice weer uitdoen, want Jochepalooza natuurlijk, dus iedereen schreeuwt. Zij er wel een briefje van, doe je voice uit. Want waarschijnlijk dachten ze ook van, ja, Jozef hoeft niet te luisteren naar elke schreeuw en Joch. Maar nu snap ik het. Het is hide and seek. Goed, ik ga een mooie verstopplekje zoeken. Waarschijnlijk komen er zometeen vele meer in mensheid. Dus ik moet mezelf eventjes een goede verstopplek geven. Aha, ik ben erin. Yes. Oké, nou kan ik hier op zich wel gaan zitten. Dat is op zich wel een geinig plekje. Het is alleen niet een hele goede verstopplek. Dus ik moet hopen dat zeg maar de hunter, als hij daar loopt, mij niet kan zien. En dan spring ik hier snel overheen. Dan ga ik hier zitten, et cetera, et cetera. Oké, dit wordt mijn plekje, jongens, in dit huisje. Is het wel geinig. Oh, dat is ook wel een mooi plekje trouwens. Maar ik weet niet hoe je daar in godsnaam in kan komen. Ik had hier al moeite mee. Jezus, hij is hier wel heel makkelijk in. Waarom had ik hier zoveel moeite mee dan? Goed. Oh, ik ben alweer uitgevallen. Oké, ik ga weer een ander plekje zoeken. Jezus, jongens. Maar misschien... Oh. Kunnen we daar op? Dat zou wel een mooi plekje zijn, toch? Hoppa, jongens. Oké, toch niet. Ik denk, nou hebben we de ultieme plek gevonden. Maar dat viel dus weer mee. Misschien hieronder. Oh, dit is een topplek. We gaan hier zitten, jongens. Dit is een goed plekje. Hier, dit wordt hem. Hier ga ik die bleach mee winnen, dames en heren. Laat ze maar komen. Ik hoor de shots. Dat moet betekenen dat de makkers eraan komen, jongens. Oké, spannend, spannend. Oeh, er wordt nu al geschoten. Oeh, ik hoor silent schoten in de buurt. Beetje hier rechts van mij. Oeh, dat was dichtbij. Ik zag een lichtflitsie. Oeh, ik zie de lichtflits weer. Oh, jezus, hij liep gewoon letterlijk over me heen. Oh my god. Oké, ik moet even... Zag je me? Zag je me of niet? Ik weet niet of je me zag. Ik zag een naampie. En ik ging volgens mij net op tijd naar die doos toe. Om te hiden. Oh my god. Oké, hij stond hier letterlijk bovenop, jongens. Oh my god. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hopelijk zag je me niet. Jesus Christ, dit is toch best wel tens, jongens. Fucking potje hide and seek in rust. Als je boven een large furnace kan, vraagt. Ja, omdat rust. Ik moest daar heel even stilstaan, hoor. Want ik denk, als ik nu ga bewegen, dan ziet hij me. En als ik niet beweeg, dan denkt hij misschien dat ik nog een boom ben. En ik wil gewoon die prijs winnen, jongens. Dat is alles wat ik wil. Ik hoor nog steeds voetstappen rechts en links. Ik vraag me af hoeveel er nog leven, jongens. Ik zit hier al best wel lang. Is er ook nog een plek waar ik soort van kan vrijbuurten of zo? Dat is toch verstoppertje of niet? What the hell? What the fuck? Waar kwam hij vandaan? Hij stond ineens achter me. Ah, waarschijnlijk via boven. Ah, scheiße. Scheiße. Oké, ik vraag me af hoeveel ik ben geworden. Oké, ik ben er weer terug. Wat stond er nou? GG Mess of zo? Wat zat er in de chat? Heeft iemand gewonnen? Ben ik ook overlevende? Ik ben er nog. Oh man, er waren dus meer mensen overleven nog. Oké, ik heb sowieso niet gewonnen dan. Goddamn. Volgens mij was ik wel lekker bezig. In tegenstelling tot de rest, maar... Ik denk dat ik hem net niet heb gewonnen. Wat een joch allemaal. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Beetje met speren gooien en dingen praten over speren. Rust, talk, am I right, fellas? Haha. Ik heb een steen... Oh, ze prikken ook gewoon de kleden op de muren. Hoor kleden, man. Het zijn gewoon mooie, mooie muurdecoraties. Je kunt dan niet raken met een speer. Jemidib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 em
Oh, daar wordt hij geschoten. Expansion! Dat is de man van het gevangenisje waar ik de auto van heb gestolen. Van hem heb ik de auto gestolen. Van hem en Ventrex natuurlijk. Maar die, als ik niet win trouwens, dan ben ik mijn auto weer kwijt. Dus ik ben nou ineens te bedenken. Ik moet me wel van zorgen maken. En ik weet niet eens wie er gewonnen hebt net. Volgens mij ik niet. Allemaal even niet zo stoer doen voor wat hoor ik allemaal? Oh, oh.
Ik word geteleporteerd. Is dat de bedoeling? Ik ben nu... Wacht. Hallo? Wat is dit? Waar laten ze me nou? Waarom laten ze me hier? Ik ben verward. Is dit een geheime ruimte of zo? Oh, Venter doet zijn kleren uit. Oh my god. Wacht eens eventjes. Ik ben de zoeker, dames en heren. Ja, dat is wat hier gespeeld. De makkers maken mij een zoekertje. Dat is leuk. Oh, kijk eens eventjes naar al die goonies die ik krijg. Oemf, oemf, oemf. Hell yeah. That is very nice. Oh, dat zijn mooie wapentjes. Dat is Fendrix. Daar heb ik echt gewoon Fendrix op. Ik heb gewoon Fendrix's wapens. Erg cool. Oké, ik denk dat ik moet gaan zoeken dan, jongens. Als ik dus win als zoeker, heb ik dan ook gewonnen? Mag ik dan ook mijn auto houden? Is dat hoe het werkt? I mean, volgens mij kun je niet eens winnen als verstopper zijn. Je bent gewoon als laatste open, dan win je. Nou ja, oké, we'll see what happens. Ik mag in ieder geval zoeken, dat is best wel geinig. Let's go, ik ben benieuwd wat er gaat worden. Ik weet ongeveer hoe de map werkt, dus... event in 30 seconden, dus spannend. Oké, ik ga gewoon eventjes die weer uitzetten. Ik word helemaal wild van al die joggen. ze praten toch niet tegen me, ook die admins praten niet tegen me. Ik weet niet waarom ze me helemaal vertrouwen met die wapens. Niet dat ik ergens heen kan met die wapens, maar... Ik wil gewoon mijn auto houden en ik wil iets winnen. That's all that matters. Daar staat Ventrix. Very nice. Oké, event 5, 3, 2, 1. Jeet. Gaan we. Open the gates. Go. Oh, lopen hier allemaal mensen. Mag ik ze allemaal doodschieten? Ik wil iedereen neerhalen, makkers. Oké. Lekker zoeken. Zitten hier mensen? Zitten hier niet eens mensen? Oké, ik had echt verwacht dat ik nu al 10.000 mannen doodschoten. Zijn mensen zijn best wel goed in verstoppertjes spelen, blijkbaar. Of zijn er gewoon heel weinig mensen? Wat serieus? Kan ik nou al niet mensen vinden? Jesus Christ. Is het zo moeilijk om mensen te vinden? Ik mag hopen dat er best wel veel mensen verstopt zijn, toch? Of niet? Oh god, waarom is het nou ook donker? Ah, daar zitten mensen. Ik zie ze daar. Stelletje stinkjoggen. Eentje dood. Oef. Lekker schieten met de mekkers. Twee dood. Very nice. Oké, eens even zien of ik nog wat meer makkers kan vinden. Het jachtseizoen is geopend, makkers. Rust jachtseizoen. Let's go. Daar. Oh, ik zie helemaal niks meer. Ja, die is al lang weg natuurlijk, die gozer die ik raakte daar. Het is niet eens hide and seek, het is gewoon ren weg van de zoeker. Dat is dit spelletje. Ren weg simulator, maar omdat het zo godskleer donker is, kan ik gewoon niks zien. Ik zie niet waar ik loop. Of iets. Aha. Hoppakee, dat was hem. Headshotje. Volgens mij was dat een no-scope headshot voor het grootste deel. Ik zoomde er wel in, maar ik had er volgens mij al eerder dood dan dat. Goed. Mensen komen en mensen gaan. Ik vraag me af of we er nog leven. Even zo. Zit mensen letterlijk in de boom? Hij zat letterlijk in de boom. Wat een joch. Waarom had ik dat niet eerder gezien? Wat een goede plek trouwens. Gewoon in de boom zitten. Gewoon verstoppen als boom. Het is gewoon prophunt geworden, dames en heren. In plaats van hide and seek. Kijk in mijn plekje of hier iemand zit. Ik zat hier net best wel prima. Maar blijkbaar vond niemand dat een goede plek. Hoppa. Hij is ook uitgeschakeld. Very nice. Another one bites the dust. Nog 5 spelers. 5? Are you kidding me? Hoe kan ik zoveel spelers nog missen? Ik kijk echt overal waar ik kan kijken. Er wordt geschoten, maar ik vraag me af of dat zeg maar is om mij te helpen of zo, omdat ik gewoon zo fucking blind ben. Of dat het zeg maar is om iets anders te indikeren. I don't know. Ik dacht wel dat ik hem zag. Zijn kopje stak al een beetje uit daar zo. Oké, nog 4 spelers te gaan, jongens. Nog goed zoeken. Oh, hallo. Hoppa, die is dood. Ik weet niet waar die nou eens vandaan komt. Die kwam ineens van boven vallen, joh. Oké, dat was vreemd. Oké, dat was echt heel raar. Hij wordt ook gewoon meteen uitgelacht in de chat. Omdat hij in één keer naar beneden viel. Wat een gozer. Zie, ik wist dat daar iemand zat. Ik kan alleen niet schieten vanaf hier. Ontiegelijk moeilijk om iemand van daaruit te schieten, hoor. Jemig. Ik wist dat hij daar zat. Ik kon er gewoon niet in komen. Ik vind het echt super frustrerend.
Dit was de manier. Ik hoorde daar iets vandaan komen trouwens. Laten we daar maar even gaan kijken. Wat verschrikkelijk was dat zeg. Ik vind parcours of springen in dit spel niet te doen. Hi. Jesus Christ. Godsamme, wat is dat moeilijk zoeken zeg. Nou, heb ik nou... Oh, er is een winnaar. Yay. Dat was hem. Er is een winnaar. We did it. I found everybody but one. Ik vraag me af waar de laatste guy verstopt zat. In godsnaam. Ik heb hier echt lang over gedaan, jongens. Ik kijk naar mijn opnames. Ik ben echt lang stil geweest om al die rot mensen te zoeken. Nou, gefeliciteerd Luca. Luca heeft blijkbaar gewonnen. Mag ik weten waar je zat? Luca, laat eens zien waar je zat. Ja, ik zal het laten zien. Ik ben zo onder. Bagger. Wat serieus hier? Ik ben hier geweest. Je bent gewoon aan het rondlopen geweest, zeker? Ik heb de hele tijd gezeten. Oh, echt de hele tijd? Ik ben één keer gemoved. Ja, oké. Ik ben één keer gemoved. Ik zat eerst helemaal aan die kant, toen ben ik hierheen gesneakt. Ja, oké. Okay. Ja, aan het begin was ik hier een keer geweest. Oh man, GG. De Luca man, hij heeft gewonnen. GG in de chats. GG's, hopelijk hoef ik niet mijn auto in te leveren. Je hebt de challenge toch volbracht. Wel? Ja, je hebt iedereen gekild. Behalve Luca, hij leeft nog. Hij verstopt zich nu. Ja, want ik weet waar hij bedoelt. Ah, ik ga je niet killen, Luca. Komt goed. Maar ik weet dat Ventrix het wel wil. Godsamme, man. Hij wist te veel. Hij wist te veel. Oh, arme Luca. Jemig. Maar ik heb wel gewonnen dus? Ja. Oké. Okay. Je auto met rust laten. Yay. Ik mag mijn auto houden, makkers. Ik heb het gedaan. Ook al was ik niet zo goed in verstoppen. Blijkbaar waren mijn zoekskills goed genoeg. Al deed ik er best wel lang over. Hell yeah. Wat is mijn reward? Ik wil trouwens eventjes die man zijn spullen teruggeven. In je tuin droppen. In mijn tuin? Oké, is goed. Dan ga ik weer naar home. Oké, home. Ik weet niet, ik kan niet homen. Schiet me maar neer. Vaarwel, wereld. Jezus. Oké, we gaan naar home toe. Ik krijg blijkbaar een reward in mijn tuin. Whatever that means. We zijn er weer. Goed. Wacht. Ik wil eerst eventjes naar de shop. Ik haal zo meteen wel mijn spulletjes op. Ik had die in de shop laten liggen natuurlijk. Goed. In de tuin. Deur dicht. Deur open. Nog steeds geen nieuwe tekening. Nou ja, kijk maar gewoon mijn vorige aflevering terug. Daar deed ik een mooi iets met mijn hand. Daar maak je maar wat van. Oké, wat staat er in mijn tuin? Behalve dit ding. Wat is dit nou weer? Oh, dit is het ding. Wat is dit? Een helikopter? wat een vreemd voertuig. Oké, wacht. Fuel. Een mount. Oh, hell yeah. Let's go fly, boys. Dit is denk ik mijn reward. Een helikoptertje. Ik weet niet of ik die kan bewaren, though, want... Of moet ik die dan ook in mijn garage zetten? Laten we vliegen in een helikopter. Yes. Doe mee aan een event. Win door blijkbaar mensen te killen. Een helikopter. I'm all Gucci, man. I'm all up for this shit. Oké, god, hoe ga ik dit besturen? Vlieg. Yay. Oké, je zit met je muis. En met WASD draai je rond. Oké. Dat is duidelijk. Oh. 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 Oh, jemig. Oh, jemig. Oké. Zijn we nog goed? We okay there? Ik vloog even tegen mijn dak aan. Dat gebeurt. Ik kan gebeuren, jongens. Niks aan het handje. Oh, jemig. Oké. Naar voren. Yay! Woo! Scoop die woep. Oké, we gingen een beetje laag. Even draaien. Oké, ik zie hoe dit een beetje werkt. Oh, omhoog. Up. Hey kerel, moet je daar eens kijken? Daar lag een helikopter! En hij is neergestort! Fijn! Oh nee! Dat was mijn cadeau! Dat was mijn cadeau! Ik had hem een seconde! En ik ben hem nou alweer kwijt! Oh, fiets jongens! Goed, nou, deur dicht. Waar ben ik neergestort? Volgens mij daarboven ergens. Ik zie wel een joch lopen daar. Oh, kijk naar al die wrakstukken. Allemaal vuur. Oh, maar ik wil wel mijn fuel terug. Er zat volgens mij iets van een kop fuel in of zo. Nee, dat niet. 500 fuel. Maar er wordt nou alweer om me geschoten. Jemig, doe eens rustig, jongens. Doe nou eens even rustig. Ik wil gewoon eventjes
Mijn fuel terug. Auw. Oké, ik ben dood. Fijn. Gaan deze makkers me helpen? Ze hebben me geholpen. Thanks, makkers. Ik weet niet wie me dan neerschoot op afstand. Maar ik wil gewoon eventjes kijken bij mijn wrak. Ik wil gewoon even afscheid kunnen nemen van mijn helikopter die ik 3 hele seconden zat. Dat is mijn loot. Mijn fuel is gone. Mijn fuel zat ook niet in mijn inventory natuurlijk. Die zat echt in de helikopter zelf. Maar de helikopter is ook gone volgens mij. De helikopter is gone! Ja, goed. Oké, ik hoop dat mijn fuel misschien nog beneden ligt. Denk het niet, though. Maar we kunnen altijd kijken. Misschien dat het even naar beneden gerold is of zo. Nee, ik denk dat ik dat kwijt ben. Ik had er iets minder in moeten stoppen, denk ik. Oké, nou goed. Ik ga wel eventjes weer de deuren dicht doen in mijn postkantoor. Ik denk dat we een leuke aflevering hebben. Helaas pindakaas van mijn fuel en mijn helikopter. Misschien dat we ooit weer een nieuwe kunnen krijgen. En dan hopelijk wel een stuk kunnen vliegen met dat ding. Want dit leek natuurlijk nergens op. Thanks voor het kijken naar deze aflevering van Rust. Vond je het dan leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet wat hier op dit bord staat. En dan zie ik je allemaal in de volgende aflevering weer terug. Bedankt voor het kijken. En later. Thank you.